Yo, kijkers van het kanaal Wie is de Mol 2018? Ik ben Guido en welkom bij een nieuwe aflevering van Follow the Money. Vandaag gaan we het weer hebben natuurlijk over Follow the Money. En we zijn nu zes afleveringen in het seizoen. Dus we kunnen ook weer kijken wie nu het minste geld verdiend heeft. En dat gaan we vandaag dus in deze video doen. We gaan aflevering 4, 5 en 76 dus goed onder de loep nemen. En dus even kijken wie er dus het minste geld verdiend heeft in deze afleveringen. Ja, laten we beginnen bij het begin. Aflevering 4 natuurlijk. Bij de eerste opdracht die heette Tunnelvisie. En er waren dus vier kandidaten die bovengronds moesten zoeken naar de kandidaten die ondergronds verstoppeld waren. Het was 1500 euro met deze opdracht te verdienen, maar helaas, ze kwamen op 0 euro uit. De tweede opdracht was best wel een spannende opdracht voor de mol. Want de mol moet namelijk langsgelopen hebben in deze opdracht. En er kon dus een keuze worden gemaakt of er 5000 euro in de pot zou komen of een groepsvrijstelling. En uh, ja, dit zou dan weer later bepaald worden in de derde opdracht. Dan de derde opdracht. Ze moesten namelijk van het ene gebouw naar het andere gebouw via een zipline. En Ruben en Stine waren degenen die dit het engste vonden en dus niet gingen. Maar de andere kandidaten gingen wel, maar ze wisten niet zeker waar ze nou voor gingen. Nou, er zijn vijf kandidaten naar de overkant gegaan. En is het bedrag van 5000 euro ook gedeeld door 5. Ze gingen dus inderdaad voor die 5000 euro en niet voor de groepsvrijstelling. En zo komt de pot na aflevering 4 op een bedrag van. 5810 zit er nu in, hè? De vijfde aflevering was een fijne aflevering voor Follow the Money en dan met name de eerste opdracht. Hier werd namelijk 1640 euro verdiend, maar er waren heel veel afzonderlijke spellen en zo kun je dus ook heel erg goed zien welke kandidaat goed zijn best heeft gedaan. Loes vond 500 euro in de ballonnen, Jan en Ruben wonnen 250 met balletje balletje en uh, ja, dit bedrag is natuurlijk gedeeld door 2 en dan krijg je 125 euro. Dan is er nog Simone die 50 euro op stoel 1 vindt in het publiek. Dan bij het Limbo-dansen zijn het Loes, Ruben, Simone en Stine die het bedrag van 20 euro binnenhalen. Dan is het nog Loes, Jan en Ruben die het bedrag van 50 euro binnenhalen. En tot slot is het dan nog alleen Loes die ook het niveau van 100 euro haalt. Dan blijft er nog 510 euro over en dat moet behaald zijn door het popcorn uitdelen. En hier waren Simone, Loes en Stine heel erg goed mee bezig. Dus die 510 euro wordt gedeeld door 3 en dan krijg je 170 euro per kandidaat. In de tweede opdracht is het een afvalrace en mag de penningmeester bepalen wie het eerste bij hem aankomt. Nou, hij beslist dat Loes het bedrag van 500 euro meekrijgt en zij komt als eerste aan. Het bedrag wordt verdubbeld. En ja, dat kun je natuurlijk eigenlijk ook weer verdelen onder Ruben en Loes, want die verdienen allebei 500 euro bij deze opdracht. En dan de derde opdracht, de woordzoekenopdracht. Hier kunnen we lekker kort en bondig over zijn. Want ja, bij deze opdracht werd er helaas geen geld verdiend door de kandidaten. En zo staat de pot na vijf afleveringen op 8.450 euro. En gaan we snel kijken wat er in aflevering 6 gebeurde. Aflevering 6 begon in een verlaten hotel waarin kandidaten opgesloten zaten. Met de sleutels konden kandidaten bevrijd worden uit de kamers, maar ook lagen er af en toe geldbedragen in deze kamers. Uiteindelijk waren het Jan en Oltje die ieder 200 euro vonden en was het Ruben die 100 euro vond. En zo werd er in deze opdracht 500 euro verdiend. In opdracht 2 moeten Lada's gevuld worden met een heleboel spullen. Jan doet het in zijn eentje, Olje en Ruben vormen een team en Simone en Stine vormen een team. Jan is als enige degene die geen bewoner mee kan nemen en maar wel alle spullen inlaat, dus hij verdient 250 euro. Olje en Ruben krijgen het voor elkaar om 500 euro te verdienen, want ze nemen alle spullen mee en de bewoonster. En hetzelfde geldt ook voor Simone en Stine, want zij nemen ook de spullen en de bewoonster mee. Maar omdat Olje, Ruben, Simone en Stine in groepen werken, wordt dit bedrag natuurlijk door twee gedeeld. Bij de derde dag kunnen de kandidaten voorkomen dat ze hun executiescherm te zien krijgen. Ook kan er geld uit de pot gehaald worden. Maar dit gebeurt gelukkig niet, en zo blijft de pot dus gewoon op 10.200 euro staan. En dan de tussenstand na zes afleveringen. En zo is te zien dat Stine het minste geld opbrengt. Namelijk maar 173,5 euro. En wil je het Follow the Money schema terug bekijken? Dat kan. Ga dan even naar mijn website. De link daarvan staat in de beschrijving. En deze lijst wordt ook iedere week geüpdate. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Over drie afleveringen weer een Follow the Money video. En uh, als je hem leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En abonneer op dit kanaal. Graag tot de volgende video.